Hallo beste mensen van Lamar TV en welkom terug bij Diversity 2. In de vorige aflevering hebben we al die onderste vier hier zo hebben gedaan. En we hebben nog Rage gedaan. En ik denk... Oh, wacht heel even. Een beetje lag. Deze aflevering gaan we waarschijnlijk Time doen. Omdat ik daar niet zo goed in ben. Oh, dit is niet helemaal wat ik had verwacht. Wow. Ja, dit... Wacht heel even, kan ik nog even... Clouds, die zorgen vaak voor lag. Geen idee waarom die aanstaan. Dat is een stuk beter. Nee. Waarom laden die dingen niet? Wat? Eens kijken, wat? Hoe doe ik dit? Serieus. Nu is hij open. Yes. Boom. Oh, tuurlijk. Shit, ik krijg niet genoeg laadtijd. Op een of andere reden laden die dingen niet meteen. Dat is best wel vervelend. Dat is ook de reden waarom ik dus met deze begon. Wat? Ja, lastig is, als ik die dingen niet zie, weet ik niet hoe ver ik kan lopen. Ja, ik weet, ik kan één blokje lopen, maar ja. Dit lijkt dus duidelijk niet. Maar voor de reden werkt door shift niet. Als het ene blokje kon laden, dan had ik niet zoveel moeite als dat ik nu heb. Dat weet ik in ieder geval wel. Dat is een stuk moeilijker dan die Rage die we gisteren... Of, nee, niet gisteren. Vorige week bedoel ik. Die we vorige week deden. Boom. Wat is dit? Het ziet niet uit dat dingen weggaan.
Oh. Dit stuk is het minst moeilijk, bedoel ik. Aha. Nou, dat was timed. Ja, nu nog maar twee te gaan alweer. Wacht heel even. Wacht even, ik start even Minecraft opnieuw op, maar mijn geluid doet het niet. Oké, nou, nu doet mijn geluid weer. Dus waar waren we gebleven? We hadden net timed gedaan, nu hebben we alleen nog speed en jump boost. Ja, speed lijkt me moeilijkst. Ik weet niet. Oh, nee, ik weet niet. Back to top. Oké. Ik wist niet dat het lava was. Ik dacht dat het gewoon random strepen waren. Het is anders nog best wel moeilijk. Ik loop zo snel. Het lijkt makkelijk, misschien. Maar ja, het gaat maar iets te snel. Vooral die sprongen allemaal. Ik ben gewoon niet zo goed in die sprongen. Maar ja, het is parcours dus. Dat was te verwachten. Nee! Dus je mag gewoon. Oké. Werkt het ook als ik gewoon zo doe? Nou, het helpt in ieder geval als ik niet dood ga. Oh, ik denk. Dat het gewoon uitleg is. Het begint vervelend te worden. Zoals ik al had verwacht, is dit moeilijker dan een jump boost waarschijnlijk. Nou, ik heb nog geen jump boost gedaan, dus dat kan ik allemaal niet echt zeggen, maar tot nu toe lijkt dit me veel moeilijker. Want jump boost is gewoon hoger springen. Dan hoef je niet echt deze, hoe noem je dat, grote sprongen te doen. Ja. Ja.
Nee. Even douchen. Als ik nou eens kon stoppen met in de fik staan, dat zou fijn zijn. Dan wil ik nog wel even kijken wat het nou precies deed, dat 15 seconden limiet. Nee. Duidelijk kan ik dit ineens niet meer. Of weet je wat ik denk? Ik denk dat als je het niet binnen de 15 seconden haalt, zijn die ene de sprongen. Dat zijn dan een stuk moeilijker. Of onmogelijk zelfs. En de wereld laat het niet. Hierna zal het niet zo moeilijk zijn. Snel dat lavastuk kon halen. Vier en dan één omhoog. Ik denk dat het niet mogelijk is. Sowieso als je aan de andere kant faalt, dan ben je screwed. Ik blijf net zo lang proberen tot het me lukt. Of totdat ik opgeef. Maar dat is meestal zo. Ik weet, bij die training was 4 blok jump was nog maar net mogelijk. Dus ik denk dat dit onmogelijk is. Alleen nog jump boost. Zoals bij het droppen hebben gemerkt, is het basis om het helemaal. Oké, dat is mooi. Niet echt veel moeite tot nu toe. Als dat het einde is, dan gaan we.
gaan we waarschijnlijk nog verder. Oh. Ik moet dus verplicht alles overnieuw doen. Het is gewoon letterlijk een soort van wall jumps. Nog steeds oké, mooi. En ja, anders zou ik denken dat het ook bij times kan. Zo, en dan springen we helemaal omhoog. Oh, ik snap niet. Is dit letterlijk? Oké, mooi. Is het een verschil tussen een heel klein verschil van één blokje? Ja. Zie. Oh, ik weet al wat ik moet doen. Zo ben ik één blokje hoger en nu kan ik hem wel halen. Was natuurlijk handig als ik hem ook echt haal dan. Nee.
Welke moest ik nou? Deze volgens mij. Eindelijk. En dan? Ik zweer dat ik nu... Nee. Oh, ik had hem bijna. Ik heb het gevoel dat het niet de laatste is. Waarom denk ik dan? Skills. Wat? Waarom was dat? Oh, dat is oké. Oh shit. It's the button. Deze was makkelijk snel, maar. Maar ik wil nog even stuiteren. Oké, wacht heel even hoor. Oké, daar ben ik weer. Maar ik heb wel eens even gecrashed, dus dat is waarom je dat allemaal ziet. Even laden allemaal. Anders kan ik dit niet halen. Ik had alweer heel veel lag. Kom op, rende. Geef me opofferen voor het renderen. Dus kijk, misschien is shift, of ik doe control gebruiken hierbij handig. Ik heb dus heel veel lag. Dus kijk, er zijn weer random settings veranderd. Verrassend genoeg niet. Anders even tijdelijk mijn runner distance wat lager. Voor mijn twee chunks. Dan zou ik een stuk minder lag moeten hebben. Al verandert het niet zoveel. Verrassend genoeg. Oké dan. Dus waar ik mijn hoofd tegenaan stond. Twee chunks is niet veel.
Ik loop letterlijk daarheen en dat is niet gedaan. Ja, sommige dingen in deze custom map zijn misschien wat, gewoon wat laggy. Omdat hier zitten waarschijnlijk meer command blocks dan bij die puzzels of zo, of bij die parkour dingen. Want hier moet waarschijnlijk meer gebeuren in dit gebied dan bij die andere. Nee. Waarom faal ik? Of waren dat grote sprongen of zo? En dan mijn leg spike ineens weer. Ik zou het van. Nee, dat weet ik. Ik heb het idee dat deze blokken één blokje, of deze sprongen één blokje groot zijn. Oh. Oké dan. Ik dacht eerst van let op dat dat nu hetzelfde is ofzo. Dacht ik even. En dan zou je kunnen denken dat je gewoon er doorheen kan vallen, maar misschien niet. Ik wist het. Oh, lag. Even laden. Oh, daar kon je een command block zien. Oh, in een leg spike. Nee, oh, ik hoop dat ik die dingen kon raken, want dan zou ik snel doodgaan. Dan hoef ik niet zo lang te wachten. En dat helpt niet. Leg spikes. Ik denk dat even 30 FPS. Waarom val ik hier trouwens telkens op? Want het is letterlijk de makkelijkste sprong. Waarom? Oh, hij drukt de controle in plaats van shift. Domme. Op zich zou ik het controle kunnen verplaatsen naar F of zo. Misschien dat dat makkelijker is. Letterlijk dit stuk waar ik lag krijg. Nee, wacht, ik zit natuurlijk niet op LAN en ik heb cheats uitgestaan. Tenminste, of nou, nee, wacht, dat weet ik niet. Het is iets van service.
Wat gebeurt als ik dit ding? Ja, cheats dan uit, zoals ik al zei. Is dit überhaupt wel een comment? Ja. Ik dacht, misschien kan ik mezelf donen om sneller verder te kunnen. Zonder. Nu druk ik shift in. Kan ik wel mooi alle reds dan zien. Wat is geel ook weer? Advanced, toch? Ja, dat is advanced. Wacht even, moet even jukken. Oh, ik dacht even dat ik het niet haalde. Als ik daar vol nou op zich... Ik bouw niet heel veel. Oké, wat zie je dan? Barrier blocks. Hé, hier zit een barrier blocks volgens mij. Waarschijnlijk omdat ik per se deze kant op moet. Of dat wil je in ieder geval. Oh, dat gaat naar de bovenkant. En daar zitten. Daar zat dat roze ding. Ja. Zie je daaronder. Boom. Roze wol. Even wachten. Hier komt die straks. Zal ik er ook zo bij kunnen? Nou, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik zie jullie de volgende keer. Nou, ik ga eerst even kijken. Misschien als jullie een comment achterlaten, kunnen jullie zeggen wat ik de volgende keer moet doen. Dus we hebben nog Adventure, Arena en Escape hier. Hier hebben we Labyrinthian, Survival Puzzle en Boss Battle. Maar Boss Battle wil ik het liefst voor het laatst bewaren. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze aflevering en tot de volgende.